En bij sommigen was het zaad te zien, bij anderen dan weer niet. En de drugs ging in de rondte, alsof het koffie was. In een kleine groep van 30 man, onze nachtelijke klas. Die nog wakker was, als de rest was uitgeteld. En we hoefden niet te praten, want we wisten hoe het zat. We waren allemaal toch maten, en toch voelde ik mij een rat. Toen ik zei dat ik eruit wou, omdat ik echt niet langer kon. En dat ik iets te veel verloren had, sinds de dag dat ik begon. Dat is lang geleden en nu denk ik nog wel vaak hoe het anders was geweest als ik die stap niet had gemaakt. Was ik nu dan minder saai geweest? Had ik nu dan minder stress? Had iedereen het overleefd? Dan ging het beter met de rest? Ja, dat was een rare tijd en werden heel veel mensen ziek. En bij sommigen was het zaad te zien en bij anderen.